Als we het hebben over de uitkomsten, dan zien we dat dit akkoord de armoede laat stijgen. En de heer Wilders die kan zich in bochten wringen, maar het staat letterlijk in de doorrekening dat de armoede ten opzichte van 2024 gaat stijgen. Dus materieel kan de heer Wilders met een lijstje komen. Goed praten dat hij al zijn beloften, namelijk de BTW op 0%, de brandstofaccijns naar beneden, de sociale huren naar beneden, dat hij dat niet heeft binnengehaald, dat hij die niet is nagekomen. Aan de eindstreep gaan de mensen die het moeilijkste hebben in de samenleving, waar de heer Wilders voor zij op te komen, die gaan de rekening betalen van dit akkoord, want de armoede neemt toe. En ik vraag de heer Wilders, als hij zichzelf serieus neemt, dan is dat toch een uitkomst die hij niet mag accepteren. Nee, dat is gewoon allemaal niet waar. Het is gewoon totale kolder, totale onzin. Wat de heer Wilders doet, dat zijn gewoon asociale keuzes. Asociale keuzes. Het staat letterlijk in de doorrekening van het Centraal Planbureau dat de armoede toeneemt ten opzichte van 2024. Die belofte in het hoofdlijnenakkoord kan hij dus al niet nakomen. En dat heeft te maken met het feit dat hij al zijn beloftes om de sociale huren te verlagen, om de BTW te verlagen, om de accijns op benzine te verlagen, dat hij die voor de macht bij het grof vuil heeft gegooid en voor meer dan 1 miljard VVD-maatregelen uitvoert om belastingkortingen te geven aan aandeelhouders, aan grote bedrijven, aan mensen die het niet nodig hebben. En voorzitter, hier staat gewoon de belichaming van guur rechts asociaal beleid.